Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Ik heb de man van Pro zelf, de lijsttrekker van Pro in Suriname, Partij voor Recht en Ontwikkeling. Dat is de afkorting, toch? Ja, dat klopt. Curtis Hofwijk, welkom bij de show, man. Mij is opgevallen, is bij jou begonnen. Ik zag een topic voorbij komen van Curtis gaat alle NDP-vrienden en familie bellen. Ga je ruzie maken met die gasten? Nee, toch? Nee, dat gaan we niet doen. Oh, oké. Okay. Waarom ga je ze bellen dan? Waarvoor? We zijn al 5 jaar bezig aan het protesteren tegen het beleid. Het gaat veel, veel langer, ging het niet goed. Sinds 2013 wist ik al dat we in problemen zaten. Maar er zijn nog steeds mensen die geaccommodeerd worden. En eigenlijk vanwege de voordelen die ze daaraan hebben. Nog die mannen aanhangen. Maar het is geen duurzame manier van denken. Oké. Okay. Maar wat gaat u ze zeggen dan? Waarom gaat u ze bellen? Want dat is mij nog niet duidelijk. Waarom? Nou, om hun keus te heroverwegen. Hoor. Dat is toch duidelijk? Oké. Okay. Weet ik niet. Ik weet niet, politiek, hè? Hebt u een lijst met is dit dan wat voor actie is het, moet ik het serieus nemen of heb je gewoon iets gegooid in social media en dus gingen dat wilde ik net zeggen van het is een van de posts die kijk als je altijd serieuze en lange artikelen schrijft daar reageert men niet zo gauw op, maar als je korte luchtige boodschappen met een beetje humor erin, dan wordt daar wel op gereageerd. En de boodschap is eigenlijk om geen vijandige houding te hebben tegen je mede-Surinamer of je familie of vrienden die een andere politieke overtuiging hebben. Maar probeer ze middels dialoog, middels argumenten op andere gedachten te brengen. Dus dat is de boodschap. Nee, maar je gaat het echt doen. Dus het is geen gewoon een hoax van ja hoor, ik stuur iets en dan likes. Als je bijvoorbeeld, als je vrienden je een compliment maken, hey. Dan is het mooi. Maar als je van tegenstanders een compliment krijgt, dan is dat toch anders. Snap je? Dus als je het in dat licht bekijkt, dan zouden we eigenlijk niet alleen bezig moeten zijn met mensen die het oneens zijn met het beleid. Want die mensen heb je sowieso al mee. Snap je, je moet je gaan richten op de mensen die het beleid nog verdedigen. Zodat je met argumenten en een gezond gesprek, wederzijds respect, de mensen toch kan laten begrijpen van hey, je bent wel vrij in je keus, maar probeer ook zaken anders te bekijken. Want als je eigen mensen dingen doen die niet goed zijn en je ondersteunt, dan ben je ook medeplichtig. Maar als je het niet eens bent, dan moet je toch op een zekere wijze je afkeuring daarvoor uitspreken. Dat is duidelijk. Maar heb je een lijst? Dat is de vraag die ik, nog wil vragen. Nou, ik ga daarvoor geen lijst maken of zo. Mm-hmm. Als je iemand tegenkomt van wie je weet dat die zo is, of familie die je weet van hey, dat naar mijn overtuiging. En als we een gesprek hebben, dan breng ik het zeker ter sprake. Mm-hmm. Ik denk, begin bij de makers van het beleid. Hoezo de makers van het beleid? Je wil toch NDP'ers spreken die en overtuigen. Dan denk ik van, begin bij de Abdul van deze wereld, bij de Misikawa van deze wereld, bij de Bouwer van deze wereld, Contino van deze wereld. Nou, dan zou ik in religieus optiek zeggen dan... Misschien moet God beginnen de duivel te bekeren. En ik zie dat niet gebeuren. Ja, oké, maar wel bij familie en vrienden. Ja. Dus zeker. En je mag ervan uitgaan dat sommige mensen gewoon op hun zijn hoe ze zijn en niet gaan veranderen. En je moet het niet alleen hebben van familie en vrienden. Je hebt zoveel medestanders. Mensen die je niet eens kennen. Dus ja, wat je aan de ene kant verliest, moet je aan de andere kant winnen.
Duidelijk. Dat is duidelijk, de topic. De mensen zagen het als een grap. Ik denk van, nou, zal wel. Ik ga me even zo uitfrissen. Ja, het is wel een boodschap, maar er zit wel humor erin. Ja, absoluut humor. Ik vind het leuk dat wij luchtig blijven doen. Ga je aan de partij aansporen om ook... ik bedoel, andere partijleden van jouw pro om NDP'ers ook te bellen, vrienden en familie. No. Kijk, je moet niet proberen de nadruk te leggen op de NDP'ers bellen. Want dat is dus een algemene boodschap. Van, we moeten niet vijandig zijn naar elkaar, één. We moeten respect blijven hebben voor elkaar. Mensen en kun je respecteren, maar toch middels dialoog, argumenten. De medestanders van het beleid toch proberen om op andere gedachten te brengen. Het is geen eenvoudige taak, maar als we allemaal heel scherp tegenover ze blijven staan, dan blijven ze in hun zone en komen ze niet over de grens. Mm-hmm. Oké, dan is duidelijk. Ik ga nu met jou over jouw eigen partij. Hoe sta je ervoor? Paramaribo, daar sta jij één, hè, om voor de zetel. Dus jij gaat voor de zetel van Paramaribo. Nou, de zetel, als het kan, gaan we voor alle zetels. Dat is dat zijn er 17, hè? Ja, dat is het drie van alle politieke partijen. Maar natuurlijk moet je realistisch zijn. Je weet, verkiezingen zijn momentopnames. Een belangrijke kandidaat zou op een laatste moment... we weten hoe het werkt met de media en al dat soort dingen. Dus... En ook met de beperkingen die we nu hebben vanwege die crisis, die gezondheidscrisis. Wat wij hier denken dat we gelukkig niet zo erg zijn als andere landen. Maar er wordt wel flink misbruik gemaakt, dat moet ik zeggen. Ik heb zelf een keertje mogen filmen dat er een bijeenkomst van Flora was. Ik kreeg geluiden uit het veld, we werken samen met APS. Die mannen zijn gewoon bezig in het binnenland om pakketten te verdelen. Om verbrandingsovens feestelijk in gebruik te nemen. Ik kreeg eergisteren nog de melding dat ze op Kwarasan waren met meer dan 100 mensen. Dus zo zie je die beperkingen die gelden voor de andere partijen, gelden niet voor de regeringspartij. En dat brengt de sfeer al in een oneerlijke aanloop naar de verkiezingen. Maar dat mag je van deze mannen verwachten. Accepteer je ook de sorry van de president van wat afgelopen week gebeurd is? Ik heb het op Facebook gezet ook. Kijk, of hij het meent of niet, dat kan je ter discussie stellen. Want hij hangt een heel verhaal op dat hij toevallig lang weet wat helemaal niet geloofwaardig is. Want er was een hele drank erbij, voerage. Ik bedoel, je veiligheidsprotocollen laten ook niet toe dat iemand langs de straatje stopt en je gaat zitten en plaatsnemen en dergelijke. Nee. Dus voor mij is het een gecoördineerde actie. Ja. Dus, maar waar ik wel blij om ben, is dat hij, hoe menens is, dat laten we in het midden, maar dat hij wel als eerste burger heeft gezegd, sorry. Mm-hmm. En je hoeft niet van die man te houden, ja. Maar het is het minste wat hij moet doen in zo'n situatie. En zich niet gaan verschuilen achter excuses, maar gewoon zeggen van, hey, I messed up. Okay. En hij ook niet. Sorry. En in dat opzicht, eigenlijk heeft hij ook met zijn sorry bevestigd, want dat stond eigenlijk nog ter discussie of het recente video's waren en beelden. En ik was niet van plan om ze die aandacht te gunnen, omdat mijn video eigenlijk niet heel erg duidelijk was. Alhoewel ik al vanuit andere beelden heb kunnen zien, hetzelfde moment, hetzelfde tijdstip en die beelden waren duidelijker. En ik zeg, hé, die drukte die ik daar heb gezien, ik kon niet door die menigte heen zien. Toen ik langs reed, dus ik heb hem niet in persoon gezien. Maar als ik terugkijk naar al die beelden die circuleren op Facebook, dan is het op hetzelfde moment dat ik langs de gereden heb gefilmd. De mensen zeggen, ja, zeiden van, ja, is een oude video en het is fake news. Toen heb ik gezegd van, hey, nee, dan moet ik mijn deel die ik heb waargenomen wel sharen met de buitenwereld. En dat heb ik gedaan. En toen kwam hij naar buiten en zei van, ja, sorry. Maar dus het is in je achtertuin gebeurd? Ja, ik woon op Flora, hier geboren. Ik ben nu op Flora, dus wat op Flora gebeurt als ik er ben, zou me niet altijd omgaan. Tenzij als ik met werk bezig ben of thuis of vergaderingen bijwoon, dan die feedback krijg je wel van hetzelfde.
Je zegt me toch niet dat je nu op diezelfde plek zit waar die man vorige week zat? No. Ik ben niet op de plek. Maar je kan het plekje wel zien? Ik ben er niet ver van. Ik ben misschien een minuut verwijderd. Aha. Ik denk, als iemand zo dicht bij jou komt in zo'n handreiking, niet ver. Een handreiking? Ja. Nee. Als er een partij in Suriname is die daar duidelijk over is, is het de pro. Samenwerken met de NDP gaat niet gebeuren. Dus ik weet niet in welk opzicht die handreiking dan gezien moet worden. Maar als partij zijn wij daar heel erg duidelijk over. Oké, nee, ik bedoel, ik kan ook zeggen van, ik ben in jouw buurt, Curtis, Kusik Anu, en vergeet alles wat er gebeurd is politiek. Ik zie je straks op Rokobaka voor praten over mogelijke samenwerking. No, absoluut niet. Dat gaat niet gebeuren. Oké. Hey, maar Curtis, wij kennen je als we zijn moe, je hebt altijd... acties gevoerd, maar wat ga jij concreet doen straks als je gekozen wordt in Paramaribo? Wat zijn jouw speerpunten? Wat ga je concreet doen? Nou, los van mijn speerpunten, want kijk, iedereen kan mooie dingen vertellen. Het gaat meer om hoe gaat het parlement zich als geheel presenteren? Gaan we toestaan dat een coalitie wordt misbruikt door een overheid, door de regering, ongeacht wie die coalitie mag uitmaken? Of gaan we ze aansporen op hun verantwoordelijkheid naar de samenleving toe om de samenleving op een waardige wijze het parlement te vertegenwoordigen. Dus ik denk dat daar niet alleen de taak is van de oppositie, maar van het gehele parlement, de hele DNA. Die moet kritischer zijn naar de regering. Moet niet tegenover elkaar staan als coalitie en oppositie. Dus misschien mensen zeggen je is idealistisch, maar we moeten proberen die zaken te scheiden. En als DNA de regering ter verantwoording te roepen, te ondersteunen waar nodig, maar ook kritisch te volgen en verantwoording te eisen. Duidelijk, maar klinkt allemaal goed hoor, plausibel. Maar iemand die in Flora woont en op jou stemt, dan is het een heel vaag begrip wat je nu naar voren brengt van... Concreet, die mensen willen stemmen op jou. Je weet hoe het werkt in Suriname, toch? Van ik stem op jou omdat je dat. Wij proberen een verandering te brengen in een politieke cultuur. Uh-huh. Van beloften, van patronage, van mensen dingen geven om op je te stemmen. Of je moet op mij stemmen omdat ik van Flora ben, jij bent van Flora. Nee. Als je wil dat er iets moet veranderen aan het systeem, dan moet je ook je eigen verantwoordelijkheid kennen binnen dat systeem. Je moet kritisch zijn naar de mensen die je selecteert om je te vertegenwoordigen. Want je kan niet auto brengen naar een chirurg. Hij is wel deskundig, maar ik denk niet dat hij die auto gaat kunnen maken. Snap je? Dus als je gaat stemmen op basis van, hey, ik vind die man leuk of ik ken die man. Mm-hmm. Zonder te gaan kijken naar wat die persoon inhoudelijk voordraagt, dan is het een slechte start. Dus daarom zeg ik, iedereen kan de mooiste plannen schrijven, maar je gaat een track record moeten volgen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen van, ja, hé, Milop Abob. Maar ze zijn best wel populair onder een groot deel van de samenleving. Maar als je zegt, ik hou van het milieu, maar ik ga op Abob stemmen, dan begin ik al een beetje te fronsen. Want de partij en de leden van de partij zijn geleerde activiteiten die heel erg schadelijk zijn voor het milieu. Dus... we moeten mensen zo ver gaan krijgen. Er zijn 5 manieren waarop ik heb geïdentificeerd dat mensen stemmen. Eerst is traditioneel. Ze stemmen gewoon op de wijze zoals hun ouders hebben gestemd. Of zoals ze eerder hebben gestemd. Dan heb je dat groepje dat nog etnisch stemt. Dan heb je een andere groep die stemt op basis van wat ze kunnen krijgen. Dus die opportunistische stemmers. Dan heb je die populistische. Die gaat voor dat flair en al dat populaire... En dan ergens onderaan de lijst heb je mensen die rationeel stemmen. En die groep is niet heel erg groot, jammer. Maar het heeft op zekere, eigenlijk een zeker verband met onze gemiddelde opleidingsniveau. Dus het is een verantwoordelijkheid om dat niveau ook omhoog te brengen, zodat mensen veel meer rationeel gaan stemmen. Niet op basis van emoties. Emoties hoeven niet verkeerd te zijn, maar wanneer je een keuze maakt,
dan moet je wel een kwalitatieve keus maken. Maar ik denk, ja, Curtis, je moet het toch hebben van die mensen in jouw directe omgeving, dat naar Flora. Denk je dat ze iets hebben aan dit verhaal? Nee, dat zeg ik. Wij proberen een ander politieke cultuur te introduceren. Wij gaan niet kijken naar wat mensen altijd al hebben gedaan. Het heeft voor ze gewerkt, maar wat is het resultaat? En willen we dat hebben? Want als we dezelfde aanpak gaan hanteren zoals anderen dat hebben gedaan, en met mooie verhalen gaan komen en zeggen van ik ben van Flora en daarom moet je op me stemmen. Nee, niet omdat ik van Flora ben en jij van Flora moet je op me stemmen. Als je niets hebt aan mijn verhaal. Ik wil wel iets aan jouw verhaal als je het duidelijk brengt en het verhaal raakt mij. Het verhaal is ook mijn belang. Want politiek is belang, hè? Dat weet je toch? Ja, ja, ja. Ja, het verhaal. En, kijk, ja. Als je echt wil weten waar de pro's zich sterk voor maakt, dan bezoek je de website. Want mensen willen alles makkelijk ook volgen. En wat ik aan de ene kant kan begrijpen. Maar aan de andere kant moet je ook die informatie opzoeken. Want als we iedereen heeft bijna een mobiele toegang tot internet, die informatie ligt daar. Het is wel onze taak om die informatie te vertalen voor de samenleving. Dat doen we ook. Dat pro richt zich meer op ondernemerschap. Wij hebben ook als issue het gezond maken van de economie. Maar het begint bij ons, onder andere ons apparaat, ambtenarenapparaat. Er zijn ongeveer tussen 60 en 80.000 ambtenaren. En daar moet iets aan gedaan worden, zonder mensen broodeloos te maken. Met een gedegen plan daar verandering in brengen. En dan zou je zeggen, mensen zeggen, ja, is politieke zelfmoord. Maar wij weten al dat die groep mensen die is geaccommodeerd door de politiek, niet onze doelgroep is. Ik bedoel, in termen van kiezer. En dan kan je met gemak daarover praten, omdat je weet van, hé, het zijn mensen die zijn geaccommodeerd door de oude politiek, niet alleen de NDP. En eigenlijk een beetje loyaal zullen stemmen. Behalve de mensen in het apparaat die heel erg professioneel zijn en weten dat alleen door het saneren van het apparaat, het efficiënt gezond maken van het apparaat, we maximaal profijt kunnen halen daaruit. Het klinkt allemaal mooi, maar ik hoop dat... denk je dat die boodschap overkomt, jouw boodschap, althans de boodschap van Pro? Komt het over? Nou, het is niet het enige. We hebben meerdere speerpunten, maar die boodschappen komen absoluut over. Ik ken Suriname hoe het werkt in de politiek. Je moet zeggen van, met je alles maar vrij osso, 18.000 woningen, flyover, pas in Mickey, met Sitju Kong. Je moet blijven vasthouden wat ik zeg. Mm-hmm. De pro gaat niet voor traditionele politiek. Wij proberen politiek cultuur in Suriname te veranderen. En we gaan dingen moeten doen die tegen dat cultuur, tegen dat wat men gewend is, dat moeten we doen. Okay. Want als we gaan lopen in diezelfde sporen van die mannen voor ons, gaat het resultaat niet anders zijn. Ja, dus we zullen het helemaal anders doen. Heb je dan medestanders? Ik bedoel... Helemaal. Partijen? Ik bedoel, gelijksoortige partijen die... Er zijn partijen die... ongeveer dezelfde denkrichting hebben, ja. Noem 1, 2, 3 voor mij. Ik denk dat je kan zeker praten over de A91. Bij Loes zag ik dat ook, maar je weet dat vertrouwen daar is geschaad. Maar ja. Waarom is het vertrouwen geschaad in Loes? We hebben in 2015 toch samengewerkt met de NWP. Ja, dat is 5 jaar geleden. Ja, maar het resultaat is nog steeds daar. Wow. Als dat niet was gebeurd, dan zou Pro niet bestaan. Ik denk Stree ook niet. We zouden één grote doe-partij hebben. Meen je dat? Dus door... Ja, absoluut. Nou, je blijft mij verrassen met primeurtjes, man. Nee, het is geen primeur. Het is vanwege ontevredenheid over de keuze toen. Mm-hmm. Dat ik en Rutte gestapt en Brian ook. Dus dat is geen nieuws. Het is algemeen bekend. En toen had Doe nog maar één zetel, maar de samenleving was eigenlijk heel erg sceptisch over als kleine partijen een verschil zouden kunnen uitmaken. Maar men had geen vertrouwen meer in oude politiek, het front. Het vertrouwen in de NDP was al aan het afnemen. Dus de enige optie die nog overbleef was Doe. Mm-hmm.
die nog geen geestverantwoordelijkheid hebben gehad. En als ze geduld hadden betracht, dan denk ik dat ze in 2020 absoluut beloond zouden worden. Ja, maar ik zie het niet snel gebeuren dat een partij van 1 naar 15 zetel gaat, toch? Dus... Nou, het hoeft niet naar 15, maar je kan wel een behoorlijke groei doormaken. En daardoor meer, meer te brokkelen hebben in de melk. Dus die samenwerking van Doe en de NDP heeft ervoor gezorgd dat partijen als pro-stree zijn ontstaan? Absoluut. Oké. Okay. Nee, is het toch voor de hand liggend dat jullie Zandrover gooien en dan samen weer aan tafel gaan? Nou, we hebben wel geprobeerd om samen de verkiezingen in te gaan, maar met die regeling die mannen, die ongrondwettelijke regeling over het verbod op die combinatievorming, ja. Is het helaas niet gelukt. Die mannen weten waarom ze die regels hebben gemaakt. Waarom? Op diezelfde bochtdelen. Oké. Okay. Ja, dus maar er is geen anonimiteit tussen jullie en Doe. Dus de samenwerking zou nog weer kunnen? Animositeit, ja. We hebben aan tafel gezeten om te kijken hoe we samen kunnen werken. Het is niet gelukt. Maar we zijn geen vijanden. We zijn concurrenten natuurlijk op weg naar de verkiezingen. Maar vijanden zou ik ze niet noemen. Oké, okay. Maar Doe, Stree... DA91 en Pro, die zitten redelijk op dezelfde lijn? Ik denk A20 is veilig. Ja. Ja, dus het hoeft niet in alles te zijn. Mm-hmm. Maar er zijn wel raakvlakken. Nou, er zijn alleen maar nieuwe partijen. Nee. Met de uitzending van DA91, nou. Ja, 91 is niet nieuw. Doet al 20 jaar mee. Dus ja, wat is nieuw? Ja, ja. 3 is nieuw, Pro is nieuw. A20 is nieuw. Ja. Dus, ja. Nieuwe vlam. Er is, hoe moet ik het zeggen? Nieuwe vlam toch? Nieuwe bezem? Veegt u beter dan? Dat moet nog blijken. Oké. Okay. Hey, we gaan het hierbij laten, Curtis Hofwijk, lijsttrekker voor Pro in Paramaribo. Heel veel succes met je campagne. Thank you. And we are living in a crazy, crazy, crazy world this day. So far, so good. Het meest gelezen boek bij de dames op dit moment is Michelle Obama. But we don't know what tomorrow brings in this crazy world. People dying like flies every day. Dan Foster Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Foster Radio.